Ik ben Colin Benders. Ik maak muziek. En de voorstelling die ik graag zou willen zien is Respublica van Lukas Twarkowski. Wat ik tot nu toe over dit project te weten heb kunnen komen is dat de makers eigenlijk zich hebben teruggetrokken voor een paar maanden in Litouwen. Daar hebben ze eigenlijk met alle makers samen een soort kleine utopische community gebouwd. En hebben zich daar helemaal in ondergedompeld en hebben dat als inspiratie gebruikt om verder uit te werken voor wat Respublica uiteindelijk is geworden. Respublica. Ik denk dat het een soort microcosmos is van rave, van muziek, van theater, van beeld, fine art, eten. Alles komt voorbij en het is een soort trip die schijnbaar 6 uur lang duurt. En je stapt erin en moet het maar meemaken, denk ik. Ik bedoel, met een beetje clubavond, dan doe je dat ook. Ik ben eigenlijk pas vrij laat gaan nadenken over wat de functie zou zijn van nachtcultuur. En kwam er voor mezelf een beetje achter dat ik dat best wel een contradictie vond ergens. Het was een contradictie met het dagelijks leven waar alles heel doelmatig is en alles voor een bepaalde reden moet of een functie heeft. En dat je dan 's nachts ergens staat en dat moment duurt net zo lang als je maar wil en de dag houdt nooit op tot dat jij zegt dat het klaar is. Ik denk dat dat ook juist hetgeen is wat ik zo mooi eraan vond, was dat het een escape voor me biedt of bood ook heel erg aan een wereld waarin doelmatigheid het hoogst haalbare is wat je maar kan bereiken. Je laat de buitenwereld even buiten en hier binnen gelden de regels van het feest. En zorgen maken doe je morgen maar. Om heel eerlijk te zijn weet ik niet wat Respublica is. Maar ik denk dat ik het heel interessant ga vinden. Vooral ook het feit dat het op het Holland Festival is dat dit überhaupt gebeurt. Want afgaande op wat ik hiervoor heb gezien van voorstellingen bij dit festival, weet ik dat er alles uit de kast gaat worden getrokken om iets te maken wat je no fucking way ergens anders gaat tegenkomen. Deranged. It's so good to cry.